Ik werk in kleutergroepen bij ons op school. Ik denk al 38 jaar in het basisonderwijs. Ik sta voor groep 6 en ik werk nu 7 jaar op de Vlaamse Reus hier op school. Dat doe ik met heel veel plezier, maar ik zie ook de problemen steeds groter worden. Ik heb een groep van 20 kinderen. En het zijn 20 kinderen, maar dus het is niet een hele grote groep, maar wel een groep met waar heel veel leerbehoeften zijn. En ik kan daar niet altijd bij zijn, want ik mis gewoon echt handen in de klas. Kinderen die bijvoorbeeld op een eigen leerlijn werken met rekenen of met spelling of met taal of iets anders, die hebben eigenlijk een andere instructie nodig. Dat betekent dus dat je de groep aan het werk zet, waardoor je daarna met het groepje aan de slag gaat. Maar binnen in die groep zijn er ook kinderen die jouw hulp nodig hebben. En als de problemen zeg maar zo groot zijn en de verschillen zo groot zijn, dan betekent dat jij ook meer tijd nodig hebt om zo'n les te kunnen geven. Maar goed, een dag is nou eenmaal het x aantal uur wat je hebt. Dus dan kom je er niet aan toe om alle kinderen te helpen zoals je dat zou willen. En dat is heel frustrerend. Ik denk dat de kinderen zeg maar, op het moment niet zo heel veel last van hebben, omdat ze gewoon niet beter weten. Dus ze weten niet dat die lessen er zijn of dat je dat kan geven. Maar ik denk op de lange termijn dat we wel, dat we wel een stukje missen in het onderwijs. Want het zijn wel belangrijke dingen om de kinderen mee te geven. En dat lukt gewoon op het moment niet. Wat ik leuk vind is het plezier wat je kan hebben met kinderen. De humor die sommige kinderen ook hebben en de grapjes die we maken. En de gesprekken voeren over de gekste onderwerpen. Soms gaat het gesprek van het een naar het ander en er komt van alles langs. En daar kan ik enorm van genieten. Dat is leuk. Ja, het is het werken met de kinderen wat het zo mooi maakt. Je bent de hele dag door, je lach je aan de ene kant, lach je rot. Aan de andere kant gebeuren natuurlijk allerlei dingen waarvan je denkt van, wat jammer dat het gebeurt. Maar ja. Je vliegt letterlijk van de ene emotie in de andere emotie. Het ene moment denk je, wat overkomt mij? En de volgende seconde letterlijk nog vliegt er een om je nek en krijg je een knuffel of die maakt een grap. En dan denk je, oh ja, hier deed ik het voor. Ja. Dus het is gewoon een heel mooi vak. Het is gewoon echt een heel mooi vak. Ik plan elke dag met kinderen activiteiten en daar heb je je op voorbereid, heb je materialen voor. En het gebeurt heel vaak dat ik dan dat ga doen en dan gebeurt er iets. Heeft een kind in zijn broek geplast of er is een kind die een boze bui krijgt waar ik aandacht aan moet geven of een kind wat verdrietig is. Dan kan ik niet verder gaan met die activiteit. En dan moet ik tegen de kinderen zeggen van, nou, ga maar even zelf wat doen. Want ik moet even helpen. En dat kost altijd meer tijd dan je wil. Kleuters die vinden het nog steeds best lastig om netjes op de wc te plassen. Dat zijn natuurlijk ook dingen waar wij veel aandacht aan besteden. Ik vind het ook vervelend als kinderen naar een vieze wc gaan. Dus ze komen mij vertellen als die vies is. En dan ga ik het schoonmaken. Want daar is niemand anders voor. Maar kinderen moeten wel netjes naar de wc kunnen. De kinderen die veel aandacht nodig hebben, daar stop je uiteindelijk heel veel aandacht in. Maar dat betekent niet dat de kinderen die iets eigenlijk al zelf kunnen, dat ze helemaal geen aandacht nodig hebben. Ook die kinderen hebben de aandacht nodig. Die wil je juist weer een stapje verder helpen, maar die kan je niet altijd zien op het moment. Ik probeer het wel, want ik wil wel dat ieder kind zich altijd gezien voelt en dat ieder kind ook aan het einde van de dag kan zeggen van, nou, de juf was er voor mij vandaag. Maar of dat lukt, dat weet ik niet. Dit schooljaar heb ik nog niet het gevoel gehad van, ik ben voldaan naar huis gegaan. En dat gevoel was vorig jaar ook al, maar ik merk nu de laatste 2 jaar dat ik daar wel echt tegenaan loop. Soms heb ik, dan is het zo zwaar dat ik denk van, hoe hou ik dit vol? Ik ben zo moe dat ik echt 's ochtends mijn bed niet uit kan van moeheid. Dus dan is het niet goed. Dan heb je geen plezier meer en dan is het erg lastig om de kinderen positieve dingen mee te geven. Ik vind het een prachtig vak en ik vind het heel erg leuk om met de kinderen te werken. Want ik ben het onderwijs ingegaan omdat ik heel graag mensen wilde helpen. Ik wilde mensen een stapje verder helpen en de wereld eigenlijk helpen. Ik bedoel, het waren de woorden van Nelson Mandela die mij het onderwijs hebben ingeloodst van, education is the most powerful weapon to change the world. Maar ik heb niet het gevoel dat ik dat op het moment kan doen. Dus dan denk ik soms ook wel van, nou, dan zoek ik het wel ergens anders op. We gaan met elkaar in gesprek over wat zouden we kunnen doen om dit soort problemen waar we heel erg tegenaan lopen allemaal, of we daar echt een oplossing voor kunnen bedenken. De week is voor mij geslaagd. Als wij aan het einde van de volgende week een plan hebben op school, maar niet alleen op onze school, ook op alle scholen, waardoor wij op korte termijn op zijn minst de problemen waar we nu tegenaan lopen, dat we die op onze manier kunnen oplossen. Dat de werkdruk voor ons een beetje verlicht is en dat we weer de kinderen kunnen geven wat ze nodig hebben. Dat onderwijs waar het allemaal om gaat, hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk organiseren? Een school binnen onze stichting, daar zijn 12 klassen en na de kerstvakantie zijn er nog maar 6 leerkrachten.
En dat is dan één van de scholen. Ik bedoel, er zijn meer scholen die dat soort gekke constructies hebben op het moment. De verrassing van, hé, ik heb weer wat nieuws geleerd. Dat is het allerbelangrijkste. De kinderen zijn blij als ze iets nieuws kunnen. En als ze dan ontdekken van, hé, ik heb dat zelf gedaan. Die blijdschap, mm-hmm. die trots, ja, dat is gewoon hartstikke belangrijk. Zij zijn de toekomst. Ja, precies. Daar gaat het allemaal om.